Nou, ik ben in het midden. Er staat een boom. Dat schijnt de bedoeling te zijn. En ja, dat heb ik met een minuut of 10 gevonden. Wel een mooi doolhof. Mooi oud doolhof. En daar mag ik naar er weer uit zien te komen. Als afsluiting van een etappe van het Nederlandse kustpad ben ik nou bij de Menkemaborg. Dat zijn een van die juweeltjes die je dan al lopend onderweg tegenkomt. We gaan eens even kijken wat dit is. Het is een prachtige poort in ieder geval. En het ligt in Uithuizen. Ja, als je daar niet van gehoord hebt. Het is inderdaad heel ver weg. Uithuizen. We gaan even kijken. Ja, en hier werkte en woonde het gewone volk natuurlijk. Die al die rijkdom daarboven moesten verzorgen. Wow. Mooie speelkamer. Dit soort dingen vaak af. Waarom? Waarom zou je zo'n tuin willen hebben? Allemaal van die toch wat potsierlijke beelden erin. Maar het leuke is wel, ze hebben hier een doolhof. Echt waar. Dus ik ga even kijken of het een goed doolhof is. Oké, dit is de ingang van de doolhof, van de borg. Nou, ik ben in het midden. Er staat een boom. Dat schijnt de bedoeling te zijn. En ik zou natuurlijk hier door kunnen gaan. Maar ja, dat is niet eerlijk. Dat is niet de gewone uitgang. Kom, we zoeken weer verder. Nou, dit loopt dood. Dat zie je zo. Poepoe. Hehe. Gevonden. Dat was me wat. Als afsluiting van een dag bij het Nederlandse kustpad. Waarbij ik al 20 kilometer in mijn benen heb. Nu nog eens een keer door dit doolhof gelopen. Maar wel een mooie afsluiting van de dag. En iets wat ik iedereen kan aanraden die deze etappe in dit deel van het land loopt. Tot de volgende aflevering.